Hoi hoi, welkom bij een nieuwe video van leukerecepten.nl. Deze keer ga ik zelf wafels bakken. En niet zomaar wafels, maar appeltaartwafels. Maar je kunt het recept ook heel goed als basis gebruiken en de appel, kaneel en de rozijnen weglaten en je eigen ingrediënten eraan toevoegen. Nog even wat details. Ik gebruik een vrij basic wafelijzer. Geen heel fancy chic ding, maar hij werkt en dat is het belangrijkste. Verder heb ik een Jona goldappel, maar je kunt natuurlijk ook een ander soort appel gebruiken. En de rozijnen die staan even te wellen in een beetje water. En we starten met het maken van een beslag. Ik doe dit gewoon met de hand, met een garde, maar je kunt ook een mixer gebruiken. We gaan eerst eventjes de eieren loskloppen. Dan gaat de bastardsuiker erbij. Dan de gesmolten boter. Ik laat een klein beetje achter voor het wafelijzer in te vetten. Dan de volkorenbloem. Het is niet echt een heel gezond recept, maar volkoren is nog altijd beter. Dan ziet het er ongeveer zo uit. En dan gaan nog de laatste ingrediënten erbij. Melk. Ongeveer een half zakje bakpoeder. En een flinke snuf kaneel. En dat mengen we even tot een glad beslag. Dit beslag laten we even een paar minuutjes rusten en dan gaan we ondertussen alvast de appel snijden. Ik heb de appel geschild en in kleine stukjes gesneden. Die voegen we toe aan het beslag. En ik heb de rozijnen laten uitlekken. Dat scheppen we er even doorheen en dan kunnen we aan de slag met de wafels. Ik heb het wafelijzer op temperatuur laten komen en dat ga ik nu invetten met de overgebleven boter. En dan scheppen we er wat van dit beslag in. Ongeveer 1,5 sauslepel. Als het goed is, loopt het vanzelf nog goed uit zodra we hem dicht doen. En dan kan hij dicht. We bakken hem ongeveer 4 minuutjes. Maar maak ondertussen niet het wafelijzer open, anders heb je kans dat hij kapot gaat. We zijn inmiddels 4 minuutjes verder en het ruikt hier al heerlijk in de keuken. Even kijken of hij goed gelukt is. Nou, die ziet er perfect uit. Even kijken of die loskomt. Yes. Laten we hem afkoelen op een rek. En dan kunnen we meteen door naar de volgende. Maar vergeet tussendoor niet het wafelijzer in te smeren. Het hoeft niet heel dik, maar gewoon een klein beetje. En ze zijn klaar. Nu is het tijd om te proeven. Je merkt als ze uit het wafelijzer komen, dan zijn ze vrij zacht. Maar zodra ze afkoelen, dan worden ze wat steviger. Je ziet de appel mooi zitten. Ze zijn echt heerlijk. Goed gelukt. Ik proef alleen de kaneel niet zo heel erg goed terug, dus
Daar zou ik wat extra van toevoegen. Dus ik denk ongeveer 1 theelepel. En verder zijn ze heel erg lekker en goed gelukt. We gaan ze straks nog opdienen met wat slagroom. En dat wordt helemaal een feestje. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. En ik zie je volgende week weer.